Ja, we hebben weer een nieuwe video. Maar eerst wil ik iedereen even bedanken voor alle leuke reacties die we hebben gehad. We hebben een hoop nieuwe abonnees erbij. Hartstikke bedankt. En heel veel likes gehad. Zowel op Facebook als via de WhatsApp als in het echt. Super bedankt ervoor. Ik wil ook aan de mensen vragen die hier nieuw zijn. Leuk als je even abonneert. Wordt enorm gewaardeerd. En we gaan snel naar de video. Nou, welkom terug bij Vismaatje. Leuk dat je weer kijkt. We zijn vandaag op een diepe zandafgraving bij Leiden. Het is een recreatiegebied en het is een hele diepe plas, tot stukken van 35 meter. We gaan vandaag op meerdere paarden wedden. We gaan met dood aas vissen. We gaan een beetje met shets gooien. We gaan de afgestorven planten gaan we opzoeken en dan gaan we een beetje werpen. Op zoek naar die ene vis. Kijk, aantallen is leuk, maar we zijn gewoon op zoek naar die ene big mama. Sebastien, je hebt een PR van 92 centimeter en dat gaan we vandaag gewoon eventjes verpulveren. Althans, dat is de bedoeling. Ik heb er zin in. Sebastien staat te springen. We gaan ervoor. Eerst is binnen, ik was aan het bellen, we hebben het niet op film staan. Yes. Ja. Even meten. Is de wind goed? Even meten. Hij is 84. Ik zal hem nog wel een beetje verlengen. Nee. 84 was hij. 84. Mooi man, hè. Zo, de eerste van de dag, 84. En hij is ook echt mooi dik. 84 centimeter dus. Echt kikken aanbeet en ik stond de hengel krom. Ik had de hengel in mijn hand. Een klein dood visje eraan. Ja, echt super mooie vis. Kikken drill, veel kracht. Even een paar mooie foto's maken, gaan we hem terugzetten. Zo, nou hij mag weer terug. De eerste van de dag, super blij mee. En we gaan hem weer lekker terug laten. Super kick. Net de eerste vis hebben we dus binnen gehad. Echt heel kick. Ik was aan het bellen met de thuisfront. Ik was een beetje gewoon met de hengel aan het spelen boven de bodem. Ik dacht, nou ja, geen idee, maar ik ben toch aan het bellen. Ik wilde hem zo gaan ophalen. Opeens bam! Voor een enorme harde tik erop. Dus de telefoon op de grond geplet. Tenminste gelegd. En drillen. En jullie hebben net het resultaat gezien. Echt super kick. Nummer 2 van de dag. Lekker Bart. 88. Mooi zeg. 88. Nou, 2 snoeken zover. Ik moet zeggen, de snoeken hier zijn echt onwijs sterk. En ze blijven dus in nou. Wat een grote bek zeg. Buik al lekker vol. Lekker man. Heerlijk. Mooi visie. Hij mag weer terug.
Lekker man. Lekker maat. Zo, Passie, zeg het eens. Nou, ik zal het zeggen. Het zit er eigenlijk zo goed als op. Nog 10 minuten kwartier varen naar de helling. Om te kijken toch nog of we een kans hebben. We hebben nog even allebei de Hornet eraan gehangen. Gewoon, daar houden we van. En verder was dat hem niet, wordt het hem niet meer. We hebben een geweldige visdag gehad. Heerlijk weer. Twee hele mooie vissen. En ja, nieuw avontuur weer erbij. En dan rijden we zo weer lekker richting huis. De visdag zit erop. We zitten in de auto naar huis. Bedankt voor het kijken. De meetsnoek helaas niet gelukt. Wel een mooie 84, mooie 88. Allebei al volgevreten. Dus dat was mooi. En nog een kleine van, ik schat zo'n 16 centimeter. Bonusvissie. Een bonusvissie. Dus, ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende weer. Joep.